In het AZ Turnhout hebben ze het vandaag over de nieuwste inzichten in de dementiezorg. Dementie is een van de grootste uitdagingen van deze 21ste eeuw. Daar heb ik het hier vorige week nog over gehad met Christine van Broekhoven, weet je misschien nog wel. Dementie treft niet alleen de patiënten, maar ook hun omgeving. Carolien Baldewijnse, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie stellen daar in Turnhout nieuwigheden voor die die mantelzorg lichter kunnen maken, heb ik begrepen. Ja, ja. Zowel mantelzorg als lichter maken, als eigenlijk ook de organisatie van zorg gewoon ook verbeteren voor mensen met dementie, want daar is ook hele grote nood aan. Geef eens een paar voorbeelden van wat daar allemaal te zien is vandaag. Wel, we hebben net de presentatie gehad van een experience-kussen, dus een belevingskussen. Dat is een kussen dat ontwikkeld is door de Technische Universiteit van Eindhoven. Dat eigenlijk zich baseert op reminiscentie op geluid. Dus dat is eigenlijk een kussen waar dat familieleden zelf geluiden kunnen opladen zijn. Bijvoorbeeld een liedje dat een moeder zong voor haar dochter als ze klein was. Stemmen van kinderen, van kleinkinderen. En de ouderen met dementie kan dan eigenlijk zelf dat kussen bedienen en die geluiden oproepen. En wat ze eigenlijk zien, ze hebben er nu een kleinschalig testje rond gedaan, is dat die mensen met dementie, als ze dat gebruikten, dat hun humeur geweldig verbeterde. Ja, dat is iets wat we eigenlijk al lang weten, hè? Dat mensen met dementie enorm veel kunnen hebben aan muziek en liedjes van vroeger. Zingen, meezingen. Ja, inderdaad. Ja. Maar het voordeel van dit kussen is dat het eigenlijk ook terug zorgverleners en familie in staat stelt om emotioneel in contact te komen. Ja, en in dat kussen kan je de muziek steken die je zelf wil. Dat is technisch allemaal geregeld. Mogelijk, dat is met bepaalde apps. Over apps gesproken, er is daar ook een app die wordt voorgesteld om de dementerende zelf te helpen om bepaalde dagelijkse routines niet te vergeten. Ja. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een app die ontwikkeld is door onze partners in Liverpool. En dat is dus eigenlijk een app die ontwikkeld is samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Mm-hmm. Dus eigenlijk hebben mensen met dementie zelf een stem gehad van kijk, wat hebben wij nodig? Hoe willen wij dat eruit ziet? En hoe kunnen wij dat eigenlijk het gemakkelijkste gebruiken? Yeah. En dat is dus een app dat dus kan op een tablet zijn, het kan op een smartphone zijn, die eigenlijk mensen eraan herinnert van kijk, het is nu tijd om naar de winkel te gaan, of je moet je medicatie nemen. En doordat eigenlijk die mensen met dementie die app zelf hebben ontwikkeld, is dat ook een heel toegankelijk systeem. Ja, lijkt me ook een gemakkelijke app voor mensen die gewoon vergeetachtig zijn, als ik dat zo hoor. Ja, dat kan goed zijn, ja, inderdaad. Ja. Maar wat daar zo uniek aan dat project is dat men eigenlijk echt samen met mensen met dementie iets ontwikkeld heeft. En wij vergeten eigenlijk veel te vaak dat mensen met dementie ook nog altijd een zeer waardevolle inbreng hebben. Wij ontwikkelen nog te veel, of we doen nog te veel voor mensen met dementie en nog te weinig met mensen en dementie. Ja. Goed, heel erg bedankt voor de uitleg en nog een fijne dag daarin, Turnhout. Dat was graag gedaan en dankjewel voor het telefoontje. Dag. Dag.